Ik ben Maartje. Ik ben een meisje, een vrouw, geen man. Ik ben 16 jaar en ik ben geschrokken. Ik ben boos. Ik dacht dat ik gelijkwaardig was, maar dat lijkt niet zo te zijn. Vroeger, toen ik klein was, speelde ik met evenveel plezier met blokken als in de poppenhoek. Ik vond taal en tekenen even leuk als rekenen en techniek. Jongens, meisjes. We waren hetzelfde. We waren gelijkwaardig. De een had misschien net iets meer talent, hersenen of doorzettingsvermogen dan de ander. Maar dat betekende niet per se dat de een een jongen was en de ander een meisje. Zo ben ik opgevoed. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en we kunnen allemaal dromen van dezelfde toekomst. Natuurlijk, er zijn beperkingen en er is pijn. Maar dat is allemaal seksenneutraal. Of je een piemeltje hebt of een spleetje, het doet er niet toe. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Nee, niet dus. Ik ben niet gelijkwaardig. Ik ben een vrouw. Overal op de wereld worden vrouwen onderdrukt, misbruikt en achtergesteld, vrouwen verdienen minder geld dan mannen. Vrouwen hebben minder macht dan mannen. Vrouwen worden vaker verkracht dan mannen. Denk maar aan hashtag MeToo. Ik buig mee met de machtige mannen, of ik ben mijn carrière kwijt. Vrouwen in vluchtelingenkampen. Ik voel me niet veilig, want in mijn kamp moet ik seks hebben in ruil voor noodhulp. Ik schrik ervan. Ik wil dit niet. Ik wil vechten voor gelijkwaardigheid. Als ik werk wil ik evenveel kunnen verdienen als een man. Ik wil vechten voor veiligheid. Mijn seksualiteit mag nooit een ruilmiddel zijn voor een veilig leven. Ieder mens is waardevol en daarin zijn we allemaal gelijk. Dat wil ik. Net als vroeger. Net als op mijn kleuterschool met technisch Lego in de poppenhoek. Iedereen gelijk en iedereen anders. Daar droom ik van en daar strijd ik voor.